We krijgen bezoek van wethouder Consalves, Sparta-trainer. Ze komen een presentatie doen over mijn sport. Wij komen jullie vandaag iets vertellen, niet specifiek over Sparta, maar wel iets over sport. En met name iets over sport en Activity City in Delfshaven. Mensen die goed hun best doen op school, veel sporten, goed naar hun leraren luisteren, maar ook naar hun ouders, daar komt het allemaal goed mee. En dat doen jullie natuurlijk allemaal, toch? Ja. Dus we gaan ervan uit dat het heel goed met jullie gaat doen. En dat jullie opgroeien tot verstandige, gezonde, sportieve, slimme mensen. Je merkt dus, bij dit soort activiteiten van sport en activity kun je 9 weken gratis meedoen aan leuke activiteiten naar je schooltijd. De 3 thema's. Mijn sport, mijn cultuur en mijn groen. Ik ga jullie iets vertellen over mijn sport. Mijn sport kun je kiezen uit verschillende onderdelen. Die zien jullie dadelijk allemaal terug in een boekje. En natuurlijk ga ik jullie wat vertellen over het voetbal. Want dat is natuurlijk een beetje mijn verhaal. Om lekker naar schooltijd te sporten. Kijk, bewegen is goed. Dat is voor iedereen goed. In elke activiteit. Maar veel meer is het nog. En je leert misschien wel heel goed voetballen. Maar veel belangrijker is... Door sporten leer je ook andere dingetjes. Als samenwerken. Omgaan met winnen en verliezen. Sportiviteit. Door heel goed te kunnen voetballen. Door heel goed je oefeningen te kunnen doen. Door heel veel succes te krijgen. Krijg je misschien heel veel zelfvertrouwen. En dat is ook fijn op school. Als deelgemeente vinden we dat belangrijk. Dat kinderen in Delfshaven zoveel mogelijk kansen krijgen. Om behalve goed te leren, goed op te groeien. Ook bezig te zijn met sport. Jullie kunnen ook dingen doen op het gebied van cultuur. Nou, cultuur is een vrij breed begrip. Dat kan zijn, je kan met elkaar gaan leren televisie maken. Dat is hartstikke leuk. In principe, eigenlijk doen we dat hier in Delfshaven. Dus we hebben CIVI TV. Wie heeft het wel eens gedaan? Nou, dat is toch heel hartstikke leuk, toch? Je eigen tv-programma maken. Dus dat gaan we... Dat zetten we door, dus dat kunnen jullie blijven doen. Maar jullie kunnen ook leren van hoe maak ik mooie foto's, zoals Kees dat doet. Echt hele mooie foto's maken gewoon. En daar verdient hij zijn boterham mee. Dus dan kan je ook fotograaf worden. Dus dat zijn ook hele mooie beroepen die je later kan worden. Maar door het aan jullie op school aan te bieden, nou, dan kan je eigenlijk spelenderwijs kan je het gaan doen. Dan kan je proberen hoe het is, hoe het aanvoelt. Nou, als je het leuk vindt, kan je zeggen van, goh, dit vind ik leuk, ik wil hier verder mee gaan. Van wie heb je een handtekening gekregen? Deze is van de sporttraining van de Sparta en deze is van de sport. Wat vond je van deze ochtend? Heel leuk. Weet je al wat voor activiteit je gaat doen? Ik denk ik ga koken. Blijf je bij 1 activiteit of zoek je nog 1? Ik denk, 2. Ik ga 2.